Yo boys, mijn naam is Kamperske en welkom bij een nieuwe FIFA 21 video. Vandaag is het vrijdag, toch op het moment dat ik dit opneem. En het is Black Friday. Momenteel is het al 10 uur geweest. En er zijn nog niet al te veel goede SBC's geweest. Maar wil je op de hoogte blijven van allerlei FIFA nieuws? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maar we gaan nu kijken naar de SBC's die ik wel ga doen. En zoals we hier gaan zien, gaan we naar squad, naar SBC's. En hier heb ik er al eentje ingevuld, dat is de Flash Challenge. En deze lijkt me ook wel interessant voor te doen. Maar die ga ik momenteel nog niet doen, omdat we daar nog wel een paar uur voor tijd hebben. Hier hebben we nog een elftal minuutjes voor. Ik heb hem al ingevuld. Zo. En laten we hem indienen. Hoppakee. En voilà, de Flash Challenge completed. Let's go. Come on, EA. En daarvoor krijgen we een tradable megapack. Claimen we die handel. En dan gaan we naar de store. En eens kijken of dat we onze packluck op de PlayStation 5 kunnen verder zetten. En hier hebben we ook het nieuwe kaartdesign van de Black Friday. Megapack. Oké, laten we hem openen. Kom aan, EA. Let's go. Ik ben benieuwd. Geen walkout. Wel bordjes. Een team van de week, denk ik. Spanje, links, midden. Team van de weekkaart, oké. Daar ben ik op zich wel tevreden mee. En we zien wat er misschien nog in zit. Ansu Fati, oké. Een huntertje. Deze shit, dat boeit op zich niet zoveel. Los Celso, oké. Oké boys, dit was het eerste pak dat ik heb gedaan voor Black Friday. Als er nog meer komen, plak ze hier achteraan. Oké boys, hier hebben we een nieuwe Flash Challenge. Het is niet veel, maar het kost ook niet veel voor te doen. Dus ik heb hem maar ingevuld. We gaan hem meteen claimen. Submitten. En u moest maar eens geluk hebben. De Flash Challenge completed, let's go. Daar krijg je dus een 80 plus rated rare midfielder voor. Laten we eens kijken wat we kunnen scoren. Naar de store. Kom aan, EA. Let's go. Geen vette. Er zal een 81er zijn. Ja, 81er. Het is niets. Maar je hebt er eigenlijk ook heel weinig voor moeten. En dan heb ik die al dubbel ook. Oké, op naar de volgende SBC. Oké boys, en hier hebben we een nieuwe SBC van de Black Friday, de High Tension Plus. Hiervoor krijg je dus een rare gold pack en een 75 plus rated rare player. Het is eigenlijk een 25k pakket. En je moet er eigenlijk niet zo heel veel voor inleveren. Ik heb hem hier al ingevuld, we gaan hem nu indienen. Hoppakee. Yes, weg met die handel. En hier hebben we de High Tension Plus completed, let's go! En hier zijn onze rewards, laten we ze meteen open doen. En eens kijken of dat we iets kunnen pakken. Nog eens een heat check voor de PlayStation 5 packluck. De 75 reed het eerst, let's go. Money. En een walkout, wel bordjes. Centerback is de Godin. Yes, Godin 85 jongens uit een 75 plus pakketje. Dit is wel crazy. Dit is eigenlijk wel echt lekker. Dat naar de club. Gaan we bij over andere SBC's die misschien nog gaan komen. En dan ons rare gold pack. Dit is een 25k pakket. Come on EA, een walkout. Let's go. Geen walkout. Geen bordjes. Kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Rashika. Op zich wel een heel bruikbare kaart in het begin van de game. Maar nu niet meer. Bernard, die heb ik juist ingeleverd volgens mij. Dus die hebben we nu terug. Een schaduw. En hier nog een 75 rated. Oké. Dat was het voor deze SBC. So boys, dit zijn volgens mij de twee laatste SBC'tjes die ik ga doen. De Flash Challenge en een 81 plus triple upgrade. Ik heb ze al ingevuld, we gaan ze nu claimen. Oké. Submit. Last challenge complete. En dan gaan we deze ook nog claimen. Eigenlijk zijn ze het niet waard, maar ja. Toch maar doen. Je weet nooit of je iets kunt pullen. En laten we meteen naar de store gaan voor ze te openen. Ik heb trouwens in heel deze Black Friday geen enkele speler moeten kopen of zo, alles puur uit de club. Laten we eens kijken of dat de PlayStation 5 look echt bestaat of niet. Kom aan, let's go. Geen walkout, geen bordjes. Deze was het dus al niet echt waard, maar ja, dat hebben we op voorhand. We hebben hem nog niet, dus hoppakee. En nu 3 81-plussers. Come on, EA, let's go. Doe eens zot. Walkout. Inform walkout. Argentinië. Oh, Gomez. Nee? Oké, ben ik tevreden mee? Ben ik zeker tevreden mee, boys. En eens kijken wat er misschien nog in zit. Gomez, dit is niet slecht, jongens. Holy shit. Wat is die eigenlijk waard? En we zitten nog in. Busquets en Milk. Dit is wel lekker, jongens. 114k. Wel untradable, maar kom op, jongens. Het is 114k waard. PlayStation 5 look is real, boys. De PlayStation 5 paklook is real. Ja, boys, ondertussen is het al zaterdag. De SBC's zijn eigenlijk niet echt super goed. Maar voor toch nog maar eentje te doen hebben we hier de Pack of the Net. Hiervoor krijg je een Rare Electrum Player Pack en een 75 plus rated player. Untradable allemaal, maar ik heb hem al ingevuld ook. Dus we gaan hem indienen. En kijken of dat we iets kunnen packen. Submit. Back of the net plus completed. Let's go. En laten we eens kijken dat we iets kunnen packen. Nou, de store. En we gaan weer beginnen met de 75 plus. De vorige keer hebben we daar volgens mij Godin uit gekregen. Let's go. Come on, EA. Geen walkout, geen bordjes. Wat kan je op zich eigenlijk ook niet echt verwachten uit dit soort pakketten? Een 77, oké. Volgens mij heb ik die al wel, ofwel heb ik die eens ingeleverd in SBC. Oké, al ingeleverd, prima. En dan hebben we nu het Rare Electrum Player Pack. Let's go, kom aan EA. Geen walkout, geen bordjes. Een Champions League kaart of een Libertadores? Een Libertadores dus. Maar geluk zit er nog iets anders in. Dat is wel te hopen, eerlijk gezegd. Oké, een Boerki, 84, Lacazette. Abonneer gratis op mijn YouTube kanaal door op de foto in het midden te klikken. Als je dit hebt gedaan, kan je altijd een van deze twee andere video's bekijken. Bedankt en tot in de volgende video.